Yo guys, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Op dit moment ga ik mijn haar even fixen voor oud en nieuw. Ik ga deze pruik opdoen. En het is niet zomaar, maar het glow in the dark. En ik ga je laten zien. Oh my god, dat is echt next level shit, man. Wat gebeurt er? Is het glow in the dark of zo? Ja. Heb je dat ooit gezien? Nee. Ik ook niet, man. Oh, dus ja, we gaan nu even onze haar fixen. En dan gaan we racen naar Gelderland. Yeah. Ja. Wat vinden jullie van deze kleur? Vinden jullie het mooi? Je lijkt op een strenge moeder die ze kent. Ja, hij zegt hij moet zelf ook 40 minuten rijden om die sleutel te brengen. Oké, okay, wow, zo ver, man. Geloof mij, zo maak je het kort als een knip op een pop. Je weet toch, als je iets doet en je moeder... Je mag niet van je moeder. Nog die armen zo open. Oké, dit is die end result. Ik vind die kleur echt mooi, man. Dat zou ik ook gewoon goed met make-up hebben gefixt. Nu heb ik geen foundation of niks. Snelle handel. Chip, chip, chip. Als een chef keuken. Wow, chef kok in de keuken. Als een chef keuken. Chef keuken. Wat zei je nou net? Wat was nou dat kapot doen? Octopus? Nee, wat zei je nou? Octopus. Je zei iets van... Octopus. Cactopus. Hij zei cactopus in plaats van cactus. Nee, octopus toch? Nee, cactopus. Cactopus. Hey, dit wordt wat hoor. Kijk hier een zakje kipfilet. Deze zit zo tussen die dak. Nou. Kiel, mag geloven man. Weet je hoe lang dat goed gaat? Zo, dan gaan we. Wacht met Telly hoor. Dus we hebben dit weekend met oud en nieuw hebben een corona free party in de Weland. Ik ruik een beetje een soort van koeienfly-achtige geur hier. Breek me de bek naar open. Al breek de klom. De klom breek mijn kop af. De koeien staan niet eens in de wei, maar ik ruik ze gewoon. Hier in de auto. Hé, hey, ik zweer, jullie zijn alle twee echt even vervelend, want Davio praat ook altijd met die gekke accent. Ja. Wat is dit nou, ja? Doe me de brik niet open. Breek me de bek nou open, wat is dit nou? Wat is dit nou, ja? Paardenfly. Een paardenfly of koeienfly? Koeienfly of kippenfly. Ah, hier is het maar tussen deze boogjes. Nee, nee, ik wil geen kip in tussen de kippen. Toch gewoon? Kippen tussen de kippen. Het is zo donker hier, wat is dit nou? Wat is dit nou? Ik denk echt niet dat de politie ons hier gaat winnen hoor. Ik met denk de als we dat stuk rijden dat hun denken. Oh kijk, oh ho ho, een container! Oh. Een container! Oh, is een groen! Het is een groen container. Oh no, als iemand vervelend doet ook morgen, dan kunnen we daar mensen in pleuren. Dan kunnen we dat naar de vuilnisbelt brengen. Ja? Opgedoond. Opgedoond. Als iemand morgen stoer doet hier, dan kunnen we zo in die container gooien. Zo, en dan bel ik even de vuilniswagen op. En die gaat jullie allemaal vieze smeren laten me even ophalen. Hè. Is dat de boeren en de kalbe? Nou, gaan we hoor. Voor een mooi aangelegen tennis. Nou, wat schattig. Dat is wel een keel huisje toch? Ja. Kijk eens jongens. Keel huisje aan. Nee. Mensen, ik ga echt stuk Femke voelen. Ik ga mijn benen aan het eten. Hij schept gewoon eten op mijn brownie. Kijk die hond, chop dan! Die hond is echt vervelend, ik wil bijna schoppen in die bak eten. Brownie, ga eten.
Goed zo, baby. Ja. Han! Han! Heb je de koe nou ingegeven? Ik heb hier een knelijke grote kam met melk voor bij het ontbijt van zo meteen. Han! Kijk eens hem! Ik heb iets heel leks voor die. Lekker grote kam met melk voor bij de ontbijttafel. Het is morgen nooit nieuw. Je moet zometeen ook een grote bon bakken. Met koeienmelk. Haan, ga ze. Hey! Nou jongens, ik sliep net naast Daf, maar ik kon niet slapen. Dus ik had Fem geappt, want zij zit in een ander huisje. Ik zei van, yo, ben je wakker? Toen zei ze ja. Het is nu 6 uur. Het is nu 6 uur 's ochtends en we zijn video's aan het kijken over hoe het universum bestaat en of er aliens zijn. Ik zeg je eerlijk, dat is echt een motion. Ik moet nu echt plassen. Nee, ik ga het niet meenemen. Nou, dan maar even met je kijkers praten. Nou, oké. Nee, doe maar. Een hele goede morgen, jongens. Nou, ik ben net zo wakker geworden. Ik heb mijn brownie uitgelaten. Ik ben nu thee aan het maken voor iedereen. I'm so the best. Oeh, dat is het eigenlijk wel, man. En dan gewoon ready maken voor tonight. Voor de New Year's Eve. Oh my god, guys. Nou, ik was op zoek naar suiker. En ik zag hier een potje. En dat leek op kristalsuiker. Maar ik had dus in mijn hoofd dat het zoet was. Dus ik doe zo. En het is gewoon tanto zout. Gadverdamme. Wat zijn dit maden? Nou, daarom moet je altijd je eigen seasoning halen, guys. Het is dit kaneel en zo. I guess we'll never know. It was the number one champion. Sound to get down, get down. Alleen mensen met TikTok begrijpen dit. Nou, we hebben net boodschappen gedaan. We zijn lekker ontbijten. Allerlei dingetjes. So you fix it at the manager. Wauw jongens, Your Greatest Events heeft onze tafel opgemaakt en het ziet er echt super mooi uit. Ik denk ook mensen die zeg maar gaan trouwen en verjaardag hebben, hier moet je echt zijn, man. Het is echt kapot mooi. Woe! Nou, kan er maar één zijn die alles aan het voorbereiden is. Oh, het ziet hier echt niet uit. Huh? Wat? Ik mag niet filmen dat jij op de bank ligt terwijl alles hier gedaan wordt. Oh, brownie. Hey! Ben je bij Femke aan het liggen? Ja. Dus wat heb jij precies gedaan? Pastijsjes gemaakt. Camp. Oh. Ja. Ja jongens, iedereen wil de party. Iedereen wil eten, iedereen wil gezelligheid. Maar ja, zoals je ziet is er maar één persoon die de fucking afwas doet. En wie had nou gedacht dat ik dat zou zijn? Iedereen denkt altijd van ja, vond ik het live, vond ik het niet koken. Nou, look at me, bitches. Oh, ik laat gewoon water vallen. Maar in ieder geval, ja. Nu mag ik dit allemaal gaan doen. The fuck. Nou jongens, we gaan nu cocktails maken. Mocktails. Oké, jongens, deze prachtige cocktails zijn gemaakt door Candy Corner op Instagram. Dus zorg dat je hem volgt. En als je een leuke evenement hebt, komen ze mocktails maken bij jou op locatie. Toch? Yes. Oké. Okay. Ik vind het zo leuk, die kleur. Oké, alles gaat ready. Teamwork. Oké. Double beat, song beat, double sound beat. Tell them where to put it, never tell them where to put it. Never tell them where to put it. Write your shit, write your dip.
Nou, goedemorgen jongens, dit is de day after. Ik liep net naar binnen om te beseffen hoe erg de schade was. En ja, ik moest het natuurlijk allemaal opruimen. Kill, iedereen is lus op. Je gaat gewoon zonder schoenen naar buiten? Ja, kill, wat zijn mijn schoenen? Yo guys, goedemorgen. Sorry, mijn vlogs die zijn echt een beetje wacht door elkaar gegaan. Het is vandaag 2 januari. Ik heb dit net allemaal ingepakt. Want de eyeliner glue is eindelijk binnen. Ik ben zo trots op een nieuwe verpakking. Even checken hoor. Dat is een bombe. Hij glinstert een beetje. Ja, hier staan ingrediënten. En hier de unique selling points. Ja jongens, de voorbereiding naar oud en nieuw. En de day afters waren echt heavy as fuck. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal.